Wij dachten, de vrijheid zit achter de horizon. Krijgen we de vrijheid? Een tijd geweest, dan was het nog niet zeker of wij de oorlog zouden winnen. Denk erom, hoor. En toen zaten wij ermee, krijgen we die vrijheid. Nou ja, wat is dan vrijheid? Als je dan komt, dan onderga ik, en mensen van mijn leeftijd die het ondergaan hebben, een heel ander gevoel van vrijheid dan jullie nu met z'n allen hebben. Wij hebben die onderdrukking gevoeld. En toen de bevrijding kwam, dan onderga je een emotie die je niet kan beschrijven. Verdikken, dat is iets. Dat is zo anders, dat is een euforie. Ik mag een van Zeeland's dapperste zonen opzoeken. Een man die de moed had om vanaf de eerste oorlogsjaren in opstand te komen. Hij wist als verzetsman te spioneren bij de Atlantiekwal, de beruchte Duitse verdedigingslinie. Nou, meneer Rus, dit is nu een mooi stukje strand, maar dit was toen geheim gebied, hè? Het was helemaal geen strand. Hier had je zeewering. Ja. En dit was een afgesloten sperrgebied. Ja. Waar geen mens mocht komen. Je kunt je niet voorstellen dat we hier in het hart van de Atlantiekwal zaten. Het ziet er nu allemaal zo vredig uit, hè? U werd te werk gesteld. Ja, en wij moesten met zand slepen. Ja? Maar, ik kwam overal. Ja, ik voelde dat ik met een opdracht zat. Ja. Want mijn werk was niet het zand sjouwen. Mijn werk was kijken, jongens. Wat is er allemaal te zien? Ja. Wat heb je staan voor mitrailleurnesten? Waar zitten ze? Ja. En zo. Want het bijzondere is dat hier de doorbraak is geweest. Dat hier de landing is geweest ook. Ja. Dat is heel bijzonder. Juist deze plek. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat ze heel veel aan uw informatie gehad hebben. Dat als mijn informatie op de goede plek gekomen zou zijn, dan kan ik me dat voorstellen. Maar dat weet u niet. Dat weet ik niet. Dat hebben we nooit achtergekomen. Want Murin is gepakt. En ik weet niet of hij gepakt is met nog materiaal wat hij van mij had. Dat was uw commandant, hè? Dat was de tweede commandant. En die is, ik zou zeggen, zonder enige vorm van een proces. Ze hebben hem en nog een verzetsman uit Middelburg met een nekschot afgemaakt. En mijn vriend. Wat voor toren, mijn vriend. Ja. Zulke tragedies heb je in de oorlog. Ja. Je wist dat je dus risico liep. En dat is een stap die moet je nemen. En vanuit een jeugdige elan durf je dat. Als joch van 17 jaar en 18 jaar en 19 jaar. Dat geen vrouw of kinderen. Nee. Maar andere lieden van de verzetsgroep, die hadden wel een vrouw en kinderen. En die moesten dus kiezen tussen gezin en verzet. Dat is veel moeilijker.